Met Van de Kapper. En hoe mooi valt het? Ben je dat sorteren? Ja, hè? Voor je bekje, hè? Ja, hoe leuk! Yeah. Ben je dino opeten? Oh. Iemand eerste keer, toch? Ja. No. Nou, it's been a while. We doen echt ons best, maar er zit gewoon vloek op. Nee, maar we hebben gewoon even de aandacht. Nee, of jij bent ziek, of de kindjes zijn ziek wanneer we de vlog moeten opnemen. Telefoons uit. Is gewoon, er komt altijd. Wij filmen dus altijd op de vrijdag. De dagboekzetting. Er is nu altijd iets op de vrijdag waardoor het. Ja, maar goed, hè? No excuses. Marie is niet kleiner voor mij vergeten mee te nemen. Hij heeft het zelf wel beeldig opgedaan. Dus ik ben een beetje kaal. Maar wat jullie in deze vlog gaan zien is Rocket's verjaardag. Alles daaromheen. Dus hij krijgt maar 3 jaar. Hiep, hiep. Hij krijgt een nieuw bed, zijn verjaardagsfeestje en een hele leuke overnachting in de collector. Ja. Ik ben heel benieuwd zijn hoe zo glowen. Dat komt door Labero. Ja, de Labero routine zie je ook in deze vlog. En daar zijn we nu denk ik een halfjaartje mee bezig. En we zijn echt obsessed. Ik vind de Alpha Peel het allerlekkerste en de volume. Oh, ik heb echt een dagcreme en volume. Ja. Dus blijf kijken. Blijf abonneren. Blijf reacties plaatsen. Blijf onze vlog als je het leuk vindt. Want we vinden het super leuk om te doen. Alleen, ik heb stiek heet. Er komt steeds wat tussen, zoals nu ook. Nou, dan kan je wel meteen onze nieuwste collectie laten zien. Ja, daarom. Maar sinds kort heb ik een skincare routine. En zoals jullie kunnen zien is mijn huid echt aan het glowen. Nee. Rocket is momenteel een dino filmpje aan het kijken. Maar het is nu... Wat zeg je? Nee, die kan niet thuis zijn. En ik eindig de skincare altijd met de volume van Labero. En dat is mijn favorite. Het lijkt wel op de laatste stap van elke skincare routine. Het meest vettige natuurlijk is. En die glow is toch niet normaal? Dit laat ik eventjes intrekken. Nog een keer? Ja hoor, Rocky. Dit laat ik even intrekken. En doe ik hier straks overheen mee. Rock en ik staan nu bij school. Want mama gaat even naar de kapper, sporten, dan werken. Ik heb een afspraak in Amsterdam. En daarna ga ik ook meteen door naar Bloei Instituut voor een hele mooie facial. Het is nu 8:10, dus het is heel mooie donker feest, buiten. Hè? Ik krijg een mooie facial op mijn gezicht, een MS Sculpt. En mijn hele... Ik ook. Krijg jij dat ook? Jij gaat nu naar school, hè? Ja, ook. Wat ga jij leren op school? Dino's? Ja. Maar die ken je toch al, de dino's? Nee. Nee? Ken je ze nog niet allemaal? Nee, hè? Nee. Dus wij gaan nu uit de auto stappen. En dan gaat Rokje even naar school. Haal ik hem zo weer op. En dan ga ik ondertussen even naar de kapper en sporten. Mom life! Zeg maar dag! Ja. Oké, ik heb Rok net afgezet op school. Het is nu 8:30. En ik ga nu naar de kapper. Ik heb even een smoothie voor mij in de kapster gehaald. Ik ga mijn haar vandaag weer laten knippen en feunen. Daarna ga ik even sporten. En dan steek ik het gewoon op. En daarna heb ik werk. En dan ga ik naar Amsterdam voor een Bloei afspraak. Oké, ik zit bij L'Ambiance. En er gaat een stuk af. Want het is een beetje vlassig. Mijn puntjes zijn een beetje zoals dit. Een beetje dood. Dus dit is de before. En dan ga ik straks de after laten zien. Oké, het is net gefeund. In de rollers. Can't wait. En geknipt. En dit is after. Hoe mooi zit mijn haar. Ik moet er eigenlijk even voor gaan staan. Party. Oké, ik kom net van de kapper. En hoe mooi valt het. Ik ben er echt heel blij mee. En ik ga het nu vast doen. Want ik ga sporten. Gelukkig zweet. Ja, ik zweet wel natuurlijk. Maar niet zo heftig. Dus dan doe ik mijn haar gewoon goed vast. En dan
er niet meer aankomen. Oké, oké. Okay. Nou, wij gaan sporten met het team, maar het team wil niet op de film. Jij hebt enig jaar gekund. Oké. Dat is genoten. Wij hebben net een heerlijke facial gehad. En zoals je kan zien, we glowen. Heerlijk. En we hebben ook heerlijk nog een aanvullende dermapen, noem je het volgens mij? Of, nee, geen dermapen. Massage tool. Dermaroller. Of derma, hoe komt nou een derma? Een roller. Van Labero. Om het mee opliftend op te smeren. Dus ben ik heel benieuwd. Oké. Alle spullen van Little Dreamers zijn geleverd. En hier komt ook een stapelbed. En I cannot wait. Ja, het is zo leuk is voor Rokje. De kast moet natuurlijk nog dicht. En dan komt de kleed terug. En al zijn speelgoed uiteraard. Ik heb hier alles leeggemaakt. Zodat ze er goed bij kunnen. Heel benieuwd. Ben je het aan het sorteren? Ja, hè? Voor je bedje, hè? Vind je het leuk? Roek? Mooi, hè? Ik vind deze nodig. Ja, hè? Roek, zachtjes, voorzichtig. Ja. Nee, deze kant zit het trappetje. Maar kan het zo ook? Zo kan ook. Hallo, Rocket. Hallo. Koek, koek. Ondertussen, terwijl het bed wordt gedaan, ben ik ook bezig met Rocket's tractaties. We krijgen allemaal een heel leuk dinootje. Met daar iets leuks. En dan een grappig brilletje. Hoe leuk. Oké, het bed is geïnstalleerd. Voor boven. En beneden slaat Rok dan, hè Rok? Ja. En we hebben een heel rakettenthema. En planeten, hè Rocket? Ja. Hoe mooi. En deze is zelf de niet. Ja. Dus en die moeten we nog even ophangen. En ik moet natuurlijk de kleden nog even terugleggen. En hier allemaal speelgoed nog terugleggen. Maar super blij mee. Hoe leuk is hij geworden? Rocket vindt het ook heel mooi, hè? Boven nog een beetje spannend, maar boven ga je ook niet slapen. En beneden is dan Rocket zijn bedje. Oh, wat is nog hoog. Ja, voor jou is het nog een beetje hoog. Maar ik ben nog klein. Jij bent nog een beetje klein voor boven. Daarvoor ga jij nog beneden, hè? Huh? Daarvoor ga jij nog beneden slapen. Ik was zo hier. Ja. Omdat Rocket 3 jaar is geworden, dacht ik ook, het is tijd voor een grote jongensbed. Die had hij nog niet, want hij slaapt nog steeds bij mij in bed. Ja. En Mike. Maar toen dacht ik, ik zoek iets minimalistisch, iets van houtskleur. Ja, neutraal wilde je. Iets neutraal. Ja. Dus toen kwam ik eigenlijk op de Little Dreamers terecht. En die heb ik gecontact. En ik heb meteen eigenlijk zo'n bed bij ze gekocht en besteld. Ik was helemaal obsessed. Het is ook echt een heel mooi functioneel bed. Het heeft echt een trap en het heeft leuke plankjes voor zijn knuffeltjes. Ja, en in plaats van een normale lattenbodem hebben ze allemaal mooie rondjes. Een leuk hotel. Overnachting voor Rok's verjaardag, hè? Gaan we in Den Haag slapen? Ja. Ja? Oeh. Ja, we gaan hier slapen voor jouw verjaardag, Rok. Even kijken hoor, waar we heen moeten. Oh, daar. Ik zie het bordje al. Huh? Exciting! Ik ga ja, vind ik het echt enig. Een mooi hotel. Aangekomen. Hoe leuk. Ik zie lobby. En we gaan nu naar onze kamer, hè, Rok? Ik ben heel benieuwd. Wauwie, Rocky. Kijk dan, wat zit er allemaal in? Kijk nou, wat zit er allemaal in? Wauw, dat is leuk. Ja. Een cadeau gekregen. Nou, ik vind het niet normaal hoor, Rocket. Jeetje, wat zou het zijn? Ah. Hey, ballonnetje. Ballonnetjes? Nou, we zijn dus in de hotelkamer. Ik ben helemaal mooi versierd voor Rocky, hè? Ja! Ja! Hoe leuk! Ja! Oh. 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 Oh, niet, oh, niet net niet op zijn schoenen. Wacht, pak een handdoek. Dat is echt maar niet voor papa, hè, Rok? Nee. Ja, ik denk ik doe het nog rustig, dat je het niet hoort. Zo. Ja, ga dan even staan. Oh, heard it. Hoe leuk. Ga een champagne drinken, Rok het. Ah. Oh. Zo is goed, hoor. Wat? Oh, ja.
Een mini-slokje op Rocky. Ja, gaan we proosten op jouw verjaardag. Want hoe oud ben je geworden? 2. Je bent nu 2 en je wordt? 3. Cheers. Cheers. Superleuke badkamer. Echt, ik moet zeggen, ik ben echt onder de indruk van het hotel. Ook overal is een nachtlogie. En ik ben helemaal emo. Mama, ja? Ik heb een deze. Heb je nog een cadeautje gekregen? Ja. Kom, ga kijken. Een motor. Een motor zelfs. Nou, dat is wel heel knap dat we dat voor jou weten, hè? Oh. Mag ik openmaken? Ja, tuurlijk. Een heerlijk ontbijtje, al zeg ik het zelf. En dan aan deze kant heb je nog wel lekker voor de theetjes. Ik heb wat ex-bacon. Voor de kindjes. En brood lekker. Hallo. Zeg maar dag, kamer. Dag, mama. Was gezellig, hè, Doc? Was gezellig. Was heel gezellig. Was het heel gezellig? Ja. Ja, hè? Was leuk, hè? Nee, ja, opnieuw. Goed zo. Opnieuw. Wij gaan weer lekker naar huis, naar een weekendje. Of weekendje. Dat is al. Mag je weg bij de collector. Mama, dat is al. Ja, dat is nul. Goed dat zo. Is O. En ook de letter O, ja. De O-letter, de O. Ja, goed maar zo. Maar niet deze op klikken. Nee, daar mag je niet op klikken, nee. 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 Dat is dicht. Dan gaat het alarm af. Huh? Gaat het alarm af. Nou, onze overnachting bij de collector. En als je checkt out, dan krijg je dus ook snacks mee. Nou, dat vind ik dus ook een waanzinnig leuk idee. Oh, ik moet even... Wie was er jarig? Ik! Rocky, en hoe oud ben je geworden? 3. En waren wij ook op het feestje, Livia? Ja, hè? En voor je verjaardag heb je een heel groot bed gekregen, hè, Rob? Ja! Ja! Heel mooi bed. En dan heeft hij al 1 keer ingeslapen. Jullie zullen denken van, oh, wat is dat weinig. Ik heb Olly de auto's gekeken. We hebben net naar de auto's gekeken van net, opa, hè? Net naar de auto's van opa Kelly gekeken. Dat is de opa van Kelly. Van Kelly. Van Livia en Lilo. Vandaar dat ze ook een moersleutel in hun handen hebben, voordat jullie denken. Wat zijn jullie daarmee aan het doen? Nee, dus voor Rocket's verjaardag, op zijn echte verjaardag, hebben we dus het stapelbed gegeven en niks gevierd. Jawel, ik ben naar Den Haag gegaan. Ja, dus ik wil zeggen, niet echt groot gevierd. En toen dacht ik, het is wel leuk om wat te doen. Ja. Dus zijn we naar Den Haag gegaan, naar de Collector Hotel. Die had ons geïnviteerd. Ik wil ook met jou zitten. Oké. Okay. Die had ons geïnviteerd. Ja! En wat stond er in het hotel, Rock? Een leuk tentje, hè? Ja, ja. En allemaal ballonnen. Ja. Het was midden in de stad van Den Haag. Het was super leuk versierd. Overal super lieve briefjes. Ik kreeg zelfs cadeautjes, hè, van het hotel. Oh. We hadden super leuke cadeautjes voor hem ook ontvangen. Nou, super heerlijke kamer. Heerlijk geslapen. Heerlijk ontbijt. Heerlijk, heerlijk. Ja, ik ken het nog niet. Dus het was een verrassing. Want ik denk, nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Onze standaard zijn altijd best wel hoog, maar het was echt heel erg leuk. Ja, het was super mooi versierd ook voor ons. Ja, het was echt het kerstje op de taart. Lima's eerste keer, toch? Ja, voor jou voor de tweede. Ja, eerste keer was er gewoon nog helemaal geen vloer, helemaal niks. Nee, ik zou even een handje aan doen. Alles is zo nieuw, het hoeft niks aan te raken. Ja. Maar het mag dus allemaal aangeraakt worden, hè? Ik doe even met schoenen naar uit, hè? Want het ruikt hier al helemaal lekker als thuis. Ja, hè? Heerlijk, hè? Livia, wat vind je ervan? Wat zie je daar? Vissen! Wat een feest! Kijk eens zitten. Zitten jullie lekker? Ja. Oké. Okay. Lima, val je niet op? Ja, ik vind het toch beter. We zitten helemaal door het huisje beter. Hier stonden eerst de kaarsen. Ja. Maar ik zei, je moet hier een plant doen. En hij stond omhoog. Waarom heeft hij helemaal naar de zijkant gevouwen? En hij vindt beeldig zo. Ik ook. Ik ga kijken. Ja. Beta. Maatje beta. Ja, hij staat alleen nog maar in het midden. Ja, hij staat niet in het midden. Hij moet iets meer naar links. To the left. Ja. Perfect. Ja, en toch vind ik dat die kaars aan de rechterkant moet. Omdat je hier dan die oven hebt. Dus ga weer mijn... voor het beeld. Is het rustiger. Ja, alleen daar kom je binnen. Dan zet je alles meteen neer van de boodschappen. Ja, jij denkt praktisch natuurlijk. Jij gebruikt de keuken. Ja, ik gebruik hem vaak inderdaad. Ja, ik vind het heel mooi, sis. Liefst gedaan zal het na 7 slaan. Dan pak ik een fijn boek. Soms ook wel 2 of 3. Mee.
kunstwerk wat ik van knuffel zie. Heerlijk liedje, hè? Ja. Vraag daarbij. Wauw voor mij. Woe! Lima! Gevaarlijke ijsjes en alles net getrild wordt. Ja, en na de lunch is het puzzelen naar te bakken. Hi, schatje patatje, is het ijsje lekker? Is het ijsje lekker? Nee. Oh, geef het dan maar aan mama. Oh, nee. Ja, impulsief vissen gekocht. Oh. Is het wel de kamer? Wauw, vind je dit mooi, Livia? Oh, Lima, ga meteen zitten. Wat schattig, mooi! Hè? Heel schattig. Heel mooi. Vind je haar mooi? Ja. We zijn toch altijd wel de lekkerste momentjes van de dag, hè, Mimi? Ze moet wakker worden uit bed. Maar net bij Bel, hè? Oh, dus het is wel licht. Oh. Hallo. Heb je lekker geslapen? Ja? Heb je lekker geslapen, Mimi? Ja? Oh, gelukkig. Slaap Livia nog? Is Livia jouw zus? Ja. Ja. Mijn volgende meisje wakker. Ja? Ja, die komen er nu aan. Kom. We gaan een kast in elkaar zetten. Hey, lekker slapen? Ja? In je mooie bed? Oh. Nou, nu is ze wel wakker. Ik heb Nemo aangezet. Hey, vis. Hi. Lekker mijn nijnie. Lekker slapen? Oh, wat zit je haar mooi. Waar? Wendel. Wat zeg je nou? Wendel. Wat betekent dat? Wendel. Wendel? Ja, Wendel. Wie is er bijna jarig? Rocky, is je nog jarig? Rocky! Lima vindt het ook heel leuk. Zo. Oh, en wat is dat, Rock? Is het weer een mooie jungleboom? Jungleboom. Oh. Wauw. Wrapping is in een volle pan bij Zieltje. Ik wil heel spaar. Zie je? Wow. Vind je het mooi, Rock? Ja, hè? Hij heeft van dino's. Ja, ik heb geprobeerd om ze een beetje... Ja, van dino's? Om ze schattig te maken. Ja. Is dat Teratops? Wat is dat? En wat is dat? Ready, steady. Hoe leuk. Watch out, T-Rex is on the loose. En ook een hele leuke Rocket kleurplaat. Hoe schattig. Ja, ze gaan nu naar huis, Rock. Is nu klaar? Vind je het mooi? Ja, hè? Hoe oud ben je nou geworden? Zo. 3, hè? Nee. Zo. Vingertje niet erbij. Nee, het andere vingertje moet er niet bij. Dat is heel leuk. Rocky is helemaal blij met zijn thema. Hij kon niet wachten om alvast eentje te kleuren. Staat dan hoera Rock 3 jaar op. Hoe schattig. Het is dan gemaakt door Boebo Design. Oh nee, jouw naam staat erboven. Wat is voor jouw verjaardag? Een T-Rex. En wat staat eronder voor Dino Rock? Wat is deze? Wat is die groene? Een Triceratops. Hij wist ze gelukkig nog... Zo. Voor je neus. Daar. Daar, kijk. Daar. Daar. Zie je het? Ja. In ranger stijl, hè, Rocket? Woehoe, Rocket Jungle. Dino Party. Kom
Mama heeft deze dino gemaakt. Ik moet hem nog even vullen met fruit. Hoe enig is die? Love it, zo lief. Wat een groot mes! Nou, de dino is al gebeten door Robbie en door papa. Ga je allebei die dino opeten? Oh. Oh. Alleen die. We zijn helemaal in team. Alleen maar dino's. Everywhere. Overal dino's. Dino's. Waar zijn ze? Oh, hier zitten ze met z'n tweeën. De Rangers! Hallo! Dat is allemaal voor verjaardag. Allemaal dino's. En wat voor dino's waren er, Rock? Weet ik niet. Jawel, een hele grote dino was er, dat is de. Een brachiosaurus. De gevaarlijkste dino, wat is dat? Een ankylosaurus. Die is ook gevaarlijk, ja. Maar de T-Rex was er ook, hè? Ja. En de tri? Tri? Nee. Nee, ja, je werd drie. Oké, dat is heel onduidelijk. Triceratops was er ook. Ja. Ja. Dat is gezellig, zeg. Oké, wat gaan jullie nog vertellen wat dan? Voor, wat heb je voor moois aan? Ik heb Reiners. Je hebt Reiners aan, hè? Een t-shirt. Ja. Ik kan van Reiners. Jij hebt niks van Reiners nu nee, aan vandaag. Toevallig. Alleen de sokken. Ja, alleen de sokjes. Wij ook allemaal de Reiners sokken, hè? Ik niet. Nog knuffel! Ja! Nou. Nou, doei! 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 Haar mazzel! Mazzel! Mazzel!